Nou Isabel, als we hier zo naar boven kijken, het ziet er wel weer spannend uit, hè? Ja, zeker. Ik zou het zelf niet zo durven, maar het gaat wel erg gestaag. De eerste vlag hangt al, de rode vlag. Ja, de molen wordt weer ingepakt. Ja, zeker. Ja, traditioneel namens Oranje Vereniging voor Koningsdag kleurt Leiden toch weer een beetje zo rood en blauw in het teken van Koningsdag. Dus dat is mooi. Wie zijn dit, die waaghalzen? Dat zijn de alpinisten. Dit is de studenten Alpine Club. Het zijn studenten die dit doen. Dus ook dit jaar zijn ze weer van de partij. Is dit de club die dit elk jaar doet? Ja, klopt. Ja, die weten helemaal hoe het werkt. Het is best ingewikkeld, zo'n molen, zoals je ook ziet. Ja. Dus die weten helemaal hoe het allemaal in zijn werk gaat. En voor hun is het waarschijnlijk ook een mooie oefening. Ja, zeker. Ja, normaal gezien hoorde ik van ze, doen ze ook gebouwen, openingen van gebouwen en alles. En ook molens. Dus voor hen ook weer leuk zo. Nou, als ik het goed zie, hebben ze eerst een kabel gespannen helemaal rondom. Ja, klopt. Dus ze werken eigenlijk van boven naar beneden. Dus ze hebben nu de eerste vlag opgehangen. Dan gaan ze een stukje naar beneden afzeilen. En dan komt daaronder dus de tweede vlag. Dus ja, op die manier. De witte en dan de blauwe als laatste. Precies. Komt er ook nog een wimpel? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, nee, nee. Dus dat gaat zo te werk. En hoe lang zijn ze daarna mee bezig? Wel een stuk of 4 uur. Dat duurt nog best lang. Zoals je het misschien ook ziet, er staat best wel een wind. Het is nu ook wat lastiger. Maar hopelijk gaat het allemaal lukken.